Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en ik zit in de auto. Ik ga eventjes de navigatie invoeren. Ik heb een shoot in Amsterdam Noord. Ik weet niet of ik kan zeggen waar die shoot voor is. Maar zodra ik weet of ik dat kan zeggen, ja of nee, zou ik het natuurlijk aan jullie vertellen. Stanley komt als het goed is ook eventjes en ik ga ontbijten met een ragout. En dan ga je gewoon op tijd weg. Ik zou precies op tijd aankomen. En toen was er weer van alles afgesloten. En toen was ik alsnog 17 minuten te laat. Echt. Ik weet niet hoe ik moet plannen. Het is echt een probleem in mijn leven. Helemaal naar. Maar goed, ik ben er in ieder geval. Het is alweer lekker weer vandaag. Niet zo bloedheet als gisteren. Gelukkig. En ja. Lekker fotoshootje doen. Ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk, fotoshoot. Wordt een beetje, ja... Sta je daar voor zo'n camera? Ja, ik weet niet. Ik vind dat dat nog makkelijk. Ik vind dat dat wel heel leuk om mooie foto's te hebben. Maar ik vind dat dat echt kut om te doen. Zo, ik ben weer klaar. En heerlijk. I love it echt als je een shoot hebt. En je haar make-up wordt gedaan. Ik heb mijn haar nu even vast gedaan. Maar het was echt super mooi volumieus gedaan. Het is fucking heet. Mijn god. Maar ik hou er echt van. Ik kan nog niet vertellen voor wat het was. Maar dat zullen jullie snel genoeg horen. Echt wel heel leuk. Superleuk project en mega veel zin in. Het is nu 3:15. En ik ga even lekker naar de stad toe. Lekker terrasje zitten. Want het is echt super warm weer. Het is nu 32 graden. Nee, dat komt echt omdat mijn auto in de zon heeft gestaan. Dat kan echt niet. Zo warm is het niet. Ja, lekker naar de stad. Terrasje en vanavond een boeking. Maar fuck. Nu is het helemaal fout. Dus ik zie jullie zo weer. Ik ben zo blij met mijn haar als het zo volumineus zit. Maar het lukt mij gewoon zelf nooit echt goed om te doen. Ik vind het echt het meest geweldige gevoel in de wereld. Om lekker opgemaakt te worden en je haar gedaan. Oh, heerlijk. Het duurt wel altijd lang, maar dat vind ik ook niet erg. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. Shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. Ik ben weer thuis. Ik heb heel de dag terrasjes gehangen en gegeten. Eerst George geweest, daarna Dynasty. En ik moet nu de deur uit om te draaien. En ik dacht, ik doe nog eventjes mijn make-up. Alleen had ik dat eventjes moeten bedenken toen ik de auto uitging. Want mijn make-up ligt in de auto. Dus dat is handig. Ik ga even kijken of ik hier nog wat spulletjes heb waar ik het enigszins mee kan doen. Ik heb eventjes make-up bijgewerkt. En nu ga ik wachten tot Maurice hier is. En dan vertrekken. Volgens mij is het Zwolle of zo. In ieder geval echt ver. Dus zin in. En morgen wordt helemaal een heftige dag. Want dan heb ik vier boekingen op één dag. Namelijk 3 keer Cookat. En s'avonds ook nog. En zondag weer uit te maken voor Concentrate. Dus het is een druk weekend. Bijna geen weekend zelfs. Dank je. Oeh. Heb je hem? Ja. Heb je de suiker gedaan? Nee. Oh. Ja, je dacht al. Je weet toch. Je kijkt toch wel zo'n wijf. Ga je toch kijken. What the fuck, man. Ja, dat is altijd een beetje een issue. Als Maris en ik ergens zijn. Oh, sorry. Dat nee, is voor mijn scheld. Knip ik eruit. Ik keek wel zo. Als Maris en ik ergens zijn. Oh ja, mensen reageren dat jij een YouTube kanaal moet beginnen. Nou jongens, die heeft hij. Maar daar is hij mee gestopt. Wellicht ooit komt er nog... Ik weet nou niet of ik ben gestopt. Het is nu nog in pauze. Ja, in pauze. Maar als Maris en ik al ergens zijn, als we gaan eten of zo, of in de tankjes gaan lopen. Op de een of andere manier als een jongen en een meisje samenlopen. Dan denken ze altijd dat het een stel is. Dus dat denken ze ook vaak over Maris en mij. Jongen, geen zijn. Maar dan zit Maurits soms te kijken naar andere vrouwen. En dan niet alleen naar hun ogen.
Maar hij kleedt ze ongeveer uit met zijn eigen ogen. En dan denken die chicks altijd van, yo, pik je dit? Dan kijken ze mij aan van, want net stond ze voor me bij de kassa weer. En dan keek ze me even aan. En dan liep ze naar de uitgang en toen keek ik naar jou en ja hoor. Ja, maar yo, bro. Haar reet was echt niet. Oké, dat moet je er ook wel bij. Nee. Want nu lijkt het alsof ik een of andere vies peuk ben. Nee, haar reet was echt soort van, al was ze echt heel lelijk, had ik ook naar de reet gekeken. En niet alleen dat, dat was gewoon de perfecte brassen. Ja, ze was zo in een pornofilm. Ja, ze was echt niet normaal. Dat was gewoon, oké, zeg dat erbij. Snappen mensen het ook een beetje. Maar met wie was het? Was het de vader of de vriend? Nee, dat was de vriend, 100.000%. Nou, maar hij was wel gewoon... Ja, hij was echt zo'n Mexicaanse pap. Maar ze reden wel weg in een Opel Astra, dus het was wel een normale kill. Of het is een undercover drug dealer, ik weet niet. Ach, laten we niet oordelen, misschien zijn die mensen al 12 jaar bij elkaar. En deze zijn gewoon een sikke reden. Ja, ja, nou, we zijn weer onderweg. We hebben even koffie gehaald, krakelingen, appeltjes en de allerlekkerste chocoladereep die er bestaat. Ik hou niet van witte chocola, echt niet, ik vind het echt vies. Maar dit is de white chocolate met speculoos crumbles erin. En die vind ik echt heel lekker. Dus betaal je wel ongeveer 5 euro voor even duur als een pakje sigaretten. Maar het is wel waard. Hij is heel lekker, maakt verder niet uit. Top. Op naar Hengelo. Het was geen Zwolle. Ik loop de wc in waar ik ben. En ik zie dit. Oké. Okay. Nou, ik ben in de club. En nu is de bedoeling dat ik een meet and greet ga doen, maar niet hoef te draaien. Dus dan doen we dat. En er staan heel wat leuke meiden daar, dus het is een leuk clubje. Dames en heren, allemaal te zwaaien. Dat is in de vlogfilm van Monica. Allemaal te zwaaien. Ik ben eindelijk weer thuis. Het is nu 12:30. Ik ga rechtstreeks mijn bed in. Want ik word morgen om 9:30 weer verwacht in de auto. Om vervolgens 4 boeken te doen op 1 dag. Dat wordt een feest. Ik heb een dekentje en een kussentje achterin liggen. Dus daar ga ik morgen optimaal gebruik van maken. En nu ga ik lekker mijn bed in. Ik ben gesloopt. Letterlijk. Oh, ben ik moe en zagrijnig zeg. Oh, niet te genieten. Ik ben echt een totaal... Oeh, wat heeft iemand aanscheuren? Ik ben echt zo'n totaal kutwijf als ik moe ben. Echt niet te doen. Zo, ik ben thuis. Ik heb hier gewoon een broekje onderaan. Ik ga lekker slapen. Make-up eraf. En mijn nesten. Ik heb trouwens een nieuw kleurtje op mijn nagels. Vandaag bij de shoot. En ik vind het zo'n leuk kleurtje. Love it echt. Dat wilde ik nog even voor jullie kwijt. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik je heel graag morgen weer. Doei doeg!